Ja, wel. Ja? ja? Ik vind dat ook moeilijk. Ik weet niet zo goed hoe ik daarmee aan moet. Hoe doe jij maar... dat dan, Doris Nou ja, toen het script tien jaar geleden geschreven werd... Toen wisten wij dat niet. Dus dat, dat zat er toen ook helemaal... daar refereerden we helemaal niet aan. En daar, is nu, daar hebben wij natuurlijk nu wel ook het over gehad. En daar uh, zit een scène in die is enigszins aangepast... Uh, om, om een soort... Te laten weten dat we dat natuurlijk ook wel weten. Okay. Dat dat dus gebeurd is. Wat is dan die aanpassing? Uh, nou, dat heeft te maken met de, 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 de keer dat ze elkaar opnieuw ontmoeten. Dus, uh, dus als, het, als Rachel 20 is. En uh, da, daar refereren we een klein beetje aan. Dan voel je dat wij wel laten weten aan het publiek. We weten wel met ah, ja. z'n allen dat ze elkaar dus al eerder uh, lief hebben gevonden. Ja, ja. <laughs> en, maar jij, en, uh, jij worstelde daar een beetje mee, ja. zei je, Martijn? Ja. Dat, ik, ik, vind het wel, ik vind het wel iets ingewikkelds, maar het, ik, ik vind het een verzachtende omstandigheid. Als je daarvan kan spreken, ja, zie, ik vind het zo ingewikkeld. Het is, het is in ieder geval uitgegroeid tot een echte, toch wel gelijkwaardige liefde. Ja. Dat vind ik een verzachtende omstandigheid, maar...